In deze video zal ik mijn dagelijkse make-up routine van dit moment delen. En naast dat ik alle stappen ga doorlopen, ga ik natuurlijk ook de producten delen. En vertel ik ook hoeveel een product heeft gekost. Dus mocht je benieuwd zijn naar de look die ik iedere dag creëer, kijk dan vooral verder. Ik heb hier een toilettas met make-up producten die ik bijna elke dag gebruik. Dus hiermee ga ik mijn dagelijkse make-up routine uitvoeren. Voordat ik met mijn make-up ga beginnen, gebruik ik eerst een dagcreme. Ongeveer 2 jaar geleden ontdekte ik dit product en ik vind hem echt zo fijn. Hij heet Pitch Perfect Day en dit is een mattifying moisturizer. En hij voelt enorm goed en ik vind het een hele goede basis voordat je met je make-up begint. Dan gaan we door naar lipverzorging en officieel is dit een lipmasker voor in de avond. Maar ik gebruik hem ook overdag. Ik weet niet of het heel veel uitmaakt, maar ik vind het gewoon heel erg prettig. En mijn lippen zijn best wel droog. En omdat het zo'n potje is, gebruik ik ook een kwastje ervoor. Ik heb de mini variant van dit lipproduct. Je hebt ook de full size, maar ik dacht, laat ik gewoon eerst de mini uitproberen, kijken hoe ik het vind. Ik moet zeggen dat hij best wel bevalt. Ik wissel vaak wel af qua lipproducten. Maar ik merk op dit moment dat het echt extreem droog is. Dus ik gebruik dan deze. Dan hebben we hier een gezichtmist. Dit is een 4-in-1 mist. En ik gebruik dit voordat ik mijn make-up ga aanbrengen. Maar ook daarna en soms ook tussendoor. En dit is echt een favoriet van mij. Het is van Rare Beauty. Het voelt fris aan. Ik heb in het verleden meerdere setting sprays gehad. En meerdere vind ik wel oké. Maar deze vind ik gewoon heel fris. En ik kan hem ook tussendoor spuiten. Ik voel me ook gelijk wakker wanneer ik hiermee begin. Door de jaren heen heb ik verschillende soorten concealers gehad. En ik merk dat ik deze concealer op dit moment heel erg prettig vind. Dit is de True Skin Concealer. High coverage, waterproof. En ik heb de kleur Warm Macadamia. Op dit moment breng ik op deze manier mijn concealer aan. Voorheen deed ik het als een veetje. Of bracht ik het met stipjes aan. Maar ik ben erachter gekomen dat er zoveel verschillende manieren zijn hoe je je concealer kan aanbrengen. Het ligt eraan wat je precies wil bereiken ermee. We doen het vandaag gewoon op deze manier. Het voelt ook zo onnatuurlijk om deze video's te maken. Want ik ben geen beauty expert. Ik doe ook gewoon maar wat met mijn make-up. Altijd al gedaan. Ik leer door de jaren heen wel wat technieken. Nieuwe producten. Wat voor de een fijn werkt, betekent ook niet dat dat voor de andere werkt. Dus mocht jij geen ster zijn in make-up. Helemaal prima. Ik ben dat ook niet. Dan gebruik ik deze Douglas Glow Skin Perfector BB Cream. Ik ben een persoon die er echt niet van houdt om een plamuurlaag op mijn gezicht te smeren. Ik voel me dan gewoon een beetje viezig. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik weet niet. Ik ben niet zo'n hele grote make-up liefhebber. De reden waarom ik make-up draag is omdat ik me dan ready voor de dag voel. En ik heb ook genoeg dagen dat ik er geen zin in heb of dat ik het echt heel minimalistisch hou. Maar sowieso, mijn make-up looks zijn heel basic. En een verschil met vroeger en nu is dat ik nu zo min mogelijk foundation en zo wil gebruiken. Maar vroeger wilde ik echt het meest dekkendste foundation hebben die er maar bestond. Want ik wilde mijn sproetjes bedekken. Want dat vond ik helemaal niks. Ik vond dat heel lelijk eruit zien. Maar nu vind ik mijn sproetjes heel erg leuk. En vergeet ik soms ook gewoon dat ik het heb. Maar hier hebben we het volgende product. En dit is een blush. En ik moet zeggen dat ik echt al heel lang geen blush meer heb gebruikt sinds eind vorig jaar. Ik wist niet zo goed wat ik met blush moest, want ik gebruikte altijd highlighter en bronzer. Dat was echt mijn go-to combinatie. Maar ik wilde gewoon heel graag met de trend meegaan. En ik wilde de Rare Beauty blush gebruiken. En na heel lang na te hebben gedacht, heb ik hem aangeschaft en ben ik er zo'n groot fan van geworden. Ik draag dit niet elke dag, maar wel regelmatig. En ik weet alleen niet zo goed welke plaatsing op mijn gezicht ik het mooist vind. Dus ja, ik gebruik nog steeds ook wel highlighter en bronzer. Ook in combinatie met blush. Misschien is het net too much. Maar we gaan vandaag even kijken wat het uiteindelijke resultaat wordt. Maar deze Rare Beauty blush. Hmm.
Dan hebben we hier mijn all-time favorite gezichtpoeder. De NYX HD Finishing Powder. En hij is ook bijna op. En al wil ik een beetje een glow hebben op mijn gezicht, toch vind ik het wel fijn om iets van poeder aan te brengen. Ik had laatst ook ergens gezien, als je tussendoor wat setting spray doet, dat je make-up beter blijft zitten. Dus dat doe ik ook. Dan gaat mijn setting spray wel sneller op, maar een soort van tussenstap. Soms heb ik ook echt geen idee waar ik het allemaal over heb. Ik neem het ook gewoon aan van anderen. Oké, wat gaan we nu doen? Bronzer en highlighter. Het product dat ik daarvoor gebruik is deze Catrice Holiday Skin Bronze and Glow Palette. Tot mijn verbazing ben ik hier heel enthousiast over. Ik vind Catrice sowieso een heel fijn budgetmerk. Maar ik had niet verwacht dat ik deze zo chill zou vinden. Ondanks dat ik hier een oogschaduwpalet heb, gebruik ik heel vaak bronzer voor oogschaduw. Want dan creëer ik iets meer diepte. De volgende stap zijn mijn wenkbrauwen. En hiervoor gebruik ik deze Essence Brow Powder. Ook dit vind ik een heel fijn budgetproduct. Mijn wenkbrauwen zijn altijd al mijn issue geweest. Echt, als je mij al heel lang volgt, dan weet je dat ik een fase had dat mijn wenkbrauwen er niet zo mooi uitzagen. Ik wist toen nog niet zo goed hoe ik ermee om moest gaan, hoe ik bij moest werken. En ik heb best wel donkere haartjes van mezelf. En op dat moment dacht ik dat ik toen ook een zwart potlood moest gaan gebruiken voor mijn wenkbrauw. Dat is de stomste fout die ik ooit heb gemaakt. Van nee, dat moet je niet doen. Doe dan donkerbruin. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat er mensen waren die reageerden van ja, je wenkbrauwen zien er niet uit. En dan denk ik, ja, ben ik ook wel, maar vertel dan hoe ik het moet doen. Dus op een gegeven moment leerde ik het wel. Kwam ik ook achter bepaalde producten die voor mij het beste werken. Zo was ik heel lang fan van de Anastasia Dip Brow, die heb ik nog steeds. Maar omdat ik ooit een keer mijn wenkbrauwen heb gemicroblade, heb ik er een nieuwe vorm in gekregen. Dus ik heb een soort van stencil die ik kan gebruiken om mijn wenkbrauwen te vullen. Dan gebruik ik deze wenkbrauwgel van Sephora. Ik vind hem prima, maar het is niet een product waarvan ik denk, wauw, hier ben ik heel groot fan van. Ik ben nog wel op zoek naar een wenkbrauwgel die voor mij het beste werkt. Maar voor nu gebruik ik deze. Want ik wil dat mijn wenkbrauwen op zijn plaats blijven. Maar ik wil niet een verwilderde look of zo. Daar hou ik zelf niet van. Bij sommige mensen staat dat zo goed. Maar ik vind dat niet iets voor mij. Dus ik borstel het gewoon een beetje door. En that's it. Het is bijna klaar. Alleen nog mijn mascara. Ik krul altijd mijn wimpers. Want ik heb wimpers die echt recht vooruit staan. Dus daar hebben we helemaal niks aan. En voorheen had ik echt hele korte wimpers. Maar ik probeer dagelijks wimperserum te gebruiken. En ik merk daar wel echt een verschil door. En de mascara die ik gebruik is deze Maybelline Sky High. Ik heb deze ooit ontvangen in een PR pakketje. En sindsdien is dit echt een van mijn favoriete mascara's. Ik koop deze elke keer weer opnieuw. Deze of de andere, de roze verpakking. En deze zorgt gewoon voor dat mijn wimpers mooi lang blijven. En ja, dit is wel echt een favoriet die heel lang een favoriet zal blijven. En ik heb een periode gehad dat ik bijna dagelijks nepwimpers droeg. Omdat ik zulke kleine en onopvallende wimpers heb. Ik heb ook wimper extensions gehad. Maar ik vind het toch wel gewoon fijner om mijn eigen wimpers te laten stralen. Je ziet ook echt gelijk een verschil. Althans, ik zie echt wel een verschil. En ik breng mijn mascara altijd met een gesloten oog aan. Ik heb dan een gevoel dat het meer volume creëert. Dus ik
heb één oog open en één oog dicht. Dan twijfel ik of ik eyeliner wil aanbrengen. Soms doe ik het wel, soms doe ik het niet. Misschien dat we het vandaag wel doen. Maar over het algemeen is dit mijn dagelijkse look. Heel erg simpel. Maar we gaan deze eyeliner gebruiken. Dit is eentje van Catrice. En ik vind het gewoon heel prettig om mijn eyeliner pas na het aanbrengen van mijn mascara aan te brengen. Want dan heb ik een beetje een idee waar ik de eyeliner wil plaatsen. Anders mislukt het helemaal. En om het helemaal af te maken gebruik ik deze Rare Beauty lipgloss. En wat ik zo fijn aan dit product vind, is dat hij zo naar boven springt. Was dat de reden dat ik hem had gekocht? Nee, maar ik vind het wel leuk. Ik was de laatste stap bijna vergeten. Natuurlijk eindig ik ook met de spray. Dit was dan mijn video. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik ben ook wel benieuwd wat jouw favoriete dagelijkse make-up producten zijn. Laat dat vooral hieronder in de reacties achter. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.